Hey, hallo, goeiemorgen. Daar zijn we weer als het goed is. Goedemorgen, Joke. Nou, ik hoop dat ik. Ik wacht altijd eventjes dat ik geluid heb. Zet even mijn eigen geluid uit, anders hoor ik mezelf in echo. Is niet zo heel erg leuk. Goedemorgen, Doreen. Nou, ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Dat is altijd mijn. Nou, angst wil ik niet zeggen. Maar ik denk, oh, als ik maar goed zichtbaar ben en goed te verstaan ben. Dan. Goedemorgen, Monika. Leuk dat je ook even meekijkt. Nou, ik zie wel van iedereen binnendruppelen. Goedemorgen. Ik heb hier een snoer voor me hangen, wat een beetje irritant is. Zo, dan kijken jullie daar wat beter op, denk ik. Hebben jullie ook goed beeld? Mijn beeld zelf is een beetje onscherp. Ik hoop dat jullie wel goed beeld hebben. Geluid is goed. Nou, Dorien, gelukkig. Dat is al stap 1. Dat is heel belangrijk. Goedemorgen. Nou, volgens mij, Dorien zegt geluid is goed. Dan ga ik ervan uit dat de rest ook goed loopt. Dat is altijd weer eventjes een verrassing, hè, met live. Het hoeft ook maar zo niet goed te gaan, zeg maar. Je bent toch altijd een beetje afhankelijk. Ik kijk voor het eerst, Monika. Nou, gezellig, welkom. Leuk dat je meekijkt. Ik ben elke maandagochtend om 9:30 altijd live. Het is een heel gevarieerd programma. De ene keer, vorige week was ik aan het inkleuren met Faber-Castell potloden. Maar soms, ik laat vaak even techniekjes zien. Leg even wat producten uit. Heb je verzoekjes, kun je dat natuurlijk ook altijd even doorgeven in de chat. Als je zegt, nou, dat wil ik heel graag een keertje zien. Ook prima, maar nou, ik bereid altijd eventjes voor. Vandaag ga ik aan het werk met de drawing gum van Pebeo. En dat is een marker waar je eigenlijk een soort laagje mee creëert. Dat als je er zo meteen met een waterverf overheen gaat. Ik ga werken met de Colorex. Dan krijg je zeg maar een laagje die je zo meteen weer kan afhalen. En dat ga je er eigenlijk weggummen. En ja, ik vind het een superleuk resultaat geven. Ik heb een voorbeeldje gemaakt die ik ook vandaag ga doen. Ik ben ook helemaal totaal niet goed in handletteren, dus dat is wel heel erg grappig. Daarom ga ik een lichtbak gebruiken, zodat iedereen kan handletteren. Zelfs ik kan het dan. Dus dat laat ik jullie ook even zien vandaag. Nou ja, zo kun je hele leuke achtergronden maken. Ik heb hier ook nog een andere tekst meegemaakt. Kun je gewoon uitprinten, lichtbakje eronder. En je kunt hem zo overtekenen, ideaal. Maar je kunt er ook hele leuke achtergronden mee maken. Daar heb ik ook nog even een paar van gemaakt. Zodat jullie een beetje een idee hebben. Dus die witte lijnen, die ga je maken met die pen. En zometeen ga je er met een waterverf overheen. Of een ander soort verf. Dat kan ook de kantzij-tambi zijn. Of iets op waterbasis. Het kan ook gewoon verf zijn. Haal je daarna die laag eraf en dan komt er een witte laag weer terug. Dus zo kun je ook hele leuke mixed media achtergrondjes maken. Goedemorgen, Angela, Ellen, Jeanette. Ik zie van iedereen voorbij komen. Leuk dat jullie allemaal meekijken. Dus dat gaan we in deze live. Laat ik in ieder geval even zien hoe je ook teksten kunt maken. Kijk, kun je heel mooi handletteren zelf, dan zou ik zeggen niks meer aan doen. Kun je rechtstreeks vanuit de marker werken. Maar ben je niet zo goed in schrijven zoals ik, dan laat ik jullie even zien dat je het ook heel leuk met een lichtbak kunt doen. Goedemorgen, Yvonne. Dus dat is een beetje wat we vandaag gaan doen. Ik kijk af en toe naar links. Hè. Dat vond ik ook eventjes aangegeven. Links is mijn chatbox. En dan kan ik meelezen als jullie vragen hebben. Dus als je af en toe denkt, waar zit hij nou toch naar te kijken? Dat is mijn beeldscherm. Of jullie vraagjes hebben of dingen willen weten. Mocht ik, want de chat gaat heel snel. Mocht ik een vraag over het hoofd zien, dat gebeurt af en toe. Stel hem dan even nog een keertje. Ik probeer ook altijd de chat nog even achteraf na te kijken. Voor mensen die bijvoorbeeld een uitzending nakijken. Die nog vragen hebben, kun je ook rustig stellen. Ik controleer het altijd nog eventjes. Dus komt goed. Henriette, hallo, hoi, goedemorgen. Paula, Dieneke, nou, gezellig jongens. Leuk. Ja, ik ga dus vandaag de tekst maken. Today is the perfect day to be happy. Nou, dat vond ik wel toepasselijk. Het weer is even iets anders dan vorige week. Maar daar word ik wel altijd happy van. Goedemorgen, mam is er ook eventjes. Leuk. Irma, Irna, Mirjam. Nou. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga starten, jongens. Ik ga werken met water. Dus daar heb ik weer aquarelpapier voor nodig.
waterarts gebruiken hiervoor de gewone 185 gram. Ze hebben ook nog een dikkere variant, 300 grams. Kun je ook gebruiken. Maar ik vind zelfs die 185 grams het meest prettige. Maar mocht je echt met heel veel water gaan werken, ik werk op zich ook met veel water vandaag, zou je ook nog de 300 grams kunnen gebruiken. Maar het is eigenlijk een beetje je eigen keuze. Ik ben al eenmaal fan van het 185 grams papier. Mijn lieve collega heeft de tekst gemaakt. Die is gewoon te downloaden als PDF. Die kun je op www.kippershobby.nl gewoon downloaden. Kun je uit verschillende formaatjes uitprinten. Mijn lieve collega heeft het even gedaan in het wat klein, wat groter. En ik heb hem zelfs ook nog in A4 formaat. Mocht je een leuke quote willen maken voor bijvoorbeeld aan de muur te hangen. Wij doen dat nog wel eens namelijk. Dan kun je het op elk gewenst formaat kun je het afdrukken. Nou, ik heb nog allemaal goeiemorgens. Ik heb nog geen vraag. Goeiemorgen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, dus ik heb hem dus uitgeprint. Ik ga hem wel even iets groter maken. Waarom maak ik hem iets groter? Dat voor jullie iets beter zichtbaar is. En dat ga ik met de lichtbak doen. Ik ga hem even wat vertellen over die pen. Want er zijn twee soorten in. Ze lijken hetzelfde, maar op de top kun je het heel goed zien. De een is 4 mm dik. De andere is 0,7 mm dik. Dus ik heb een punt die echt wat dikker is. Zichtbaar. Dus dat is een beetje een bollingpunt. Die is perfect als je echt wat meer wil inkleuren of echt dikkere lijnen wilt maken. Wil je iets zoals ik ga handletteren, vind ik zelf persoonlijk de 0,7 fijn. Die is echt dunner en die heeft echt een penvormpje. Dus die loopt ook wat spitser naar het punt toe. En de andere is echt een wat meer een ronde punt. Ik zou voor jullie zo, ik praat tegen de camera. Ik kan het beter boven de camera hangen. Dus die is weer bol, zeg maar. En de ander heeft echt een schrijfpuntje. Dus dat zijn de twee verschillen. Dus je hebt een, moet ik de goede op de goede doen. Je hebt de 4 mm dikte en je hebt de 0,7. En nou, je zult zo meteen zien, die vloeistof is blauw. Dus je kunt precies wel goed zien waar je tekent. Dus dat is ook prima. Annemiek, ik hoop ZSM. Ik durf het niet helemaal te zeggen wanneer. Beetje laat, maar dat geeft niet hoor. Ik heb nog niks gedaan. En als je zegt ik wil vanaf het begin kijken, zou je ook nog helemaal terug kunnen spoelen, zeg maar. Dan kun je vanaf het begin meekijken. Maar je kunt ook rustig gewoon lekker live meekijken. Het voordeel van echt live meekijken is dat je ook gelijk je vragen erin kan gooien of opmerkingen wil plaatsen of meedenkt. Dat je denkt, hé hey Martine, doe het eens zo. Nou, dan wijken we even af. Dat kan ook. Dat vind ik altijd leuk van live, dat je nooit van tevoren weet. Je kunt het allemaal wel zo leuk mogelijk voorbereiden, maar dat is het leuke van live. 9 van de 10 keer gaat het weer anders zoals je het gepland hebt. Luister, ik heb een lichtbak. Hij is heel klein, heel dun. Maar ik weet niet of hij helemaal zichtbaar is. Ja, volgens mij is hij helemaal zichtbaar voor jullie. Eigenlijk wordt hij officieel zo. Dat weet je vanwege het lichtknopje, maar je kunt het natuurlijk ook andersom houden. Er zitten centimeters op, zeg maar. Dus die worden ook aangegeven. Is ook nog allemaal zichtbaar, geloof ik. Wat ik dan even doe, is ik ga met deze werken. Kijk, als de lichtbak aanzet, hij is nu nog uit, hè, maar je kunt hem aanzetten. Zie je dat? Plak ik deze even vast. Hij is een beetje nat geworden met papier. Maar ik zet hem vast omdat hij dan niet verschuift. Dit is een niet-permanente tape, dus deze tape is heel makkelijk verwijderbaar. Masking tape heet het ook wel. Mooi roze. Kun je met de 4 mm eventueel ook een maskstand op achtergrond maken? Ja, dat kan zeker. Ja, Monika. Ja. Ja. Je kunt hem ook. Je hebt bijvoorbeeld ook van die maskstencils die bijvoorbeeld allemaal uit 4K. Kun je ook nog allemaal overtrekken. En dan kun je dus ook nog allemaal doodelen en zo. Dat kan ik al voorbij zien komen. Vond ik ook een heel leuk idee. Ja hoor, dat kan. Dus ik plak hem even vast. Nou ja, dit hoeft in principe niet eens. Daar hoef je niet over na te denken. Oh, dan druk ik al per ongeluk even op het knopje hier. Maar dat is het aan- en uitknopje. En dan pak ik mijn papier. Nou, waar je hem zelf wil plaatsen. Dus daar ben je lekker vrij in. Nou, laat ik het een beetje in het midden houden. Ook die plak ik even vast. Ook even aan deze kant vast. Zometeen kun je dat heel makkelijk weer loslaten. Wat je gaat doen, als je met die pen gaat werken, ik moet even de 0,7 pakken, heel goed schudden. Er zit een balletje in. Ik zal mijn mond even houden, hoor je het balletje? Die moet je even goed schudden. Het is belangrijk dat je vloeistof even goed heen en weer wiebelt. Nou, zo zie je ook al, je hebt de lichtbak ook, dat je gewoon zo meteen heel makkelijk kan overtrekken. Dus het is heel stoer, het lijkt of ik het zelf geschreven heb, maar
Alle credits gaat naar mijn collega. Dus even goed schudden. Dan is het het puntje. Dan doe ik hem vaak even op een testpapiertje. Heb ik die nog ergens liggen? Nou, maakt ook niks nieuw uit. Eventjes een paar keer het puntje indrukken. Dan zie je dat er een blauwe vloeistof ontstaat. En dat is de inkt die je gaat gebruiken. Wat eigenlijk zo meteen als een soort coatinglaagje zorgt dat alles wat je er overheen gaat gebruiken zo meteen niet raakt. Dus zo meteen blijft alles wat hier bovenop zit blijft zichtbaar. Maar wat hieronder zit krijg je zo meteen wit terug. Je kunt je voorstellen, als ik nu bijvoorbeeld op roze papier zou gaan werken en ik zou hem overtrekken op dat roze papier, dan blijft die roze ondergrond. Het betekent niet dat de ondergrond automatisch wit wordt. Dus het is het papier wat je gebruikt. Je zou ook eerst bijvoorbeeld met mixed media een achtergrond kunnen maken met je inkt bijvoorbeeld. Dan ga je met blauwe inkt, geef ik even als voorbeeld. Dan ga ik er vervolgens met die marker overheen. Ik zou daarna weer een ander kleurtje eroverheen gaan. Dan komt die dus blauw uit. Dus het is de ondergrond van het papier wat de kleur aanneemt. Dus hij geeft eigenlijk een soort ja, deklaagje. Dus je beschermt eigenlijk alles wat er overheen gaat beschermen. En de onderkant komt zo meteen weer naar boven. Dus bij mij is dat zo meteen wit. Maar had ik nou blauw papier gehad, dan was het blauw geweest. Of had ik eerst een blauwe ondergrond gemaakt, dan komt die ondergrond komt eruit. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. Bullet journaling, ja zeker. Hier kun je, dit product is echt met alles mogelijk. Of je nou mixed media doet, of je nou kaartjes maakt, of je nou handlettering doet, of je nou bullet journaling doet. Prima, maakt niet uit. Alles wat je eroverheen gooit, zo meteen komt er een witte laag weer terug. Het is een beetje toverend, dat zul je zo meteen wel zien. Ik vind het erg leuk. Nou Paula, of zo'n lichtbak echt een aanwinst is. Eerst dacht ik ook van, ma, lichtbak, ma, wat ga ik daarmee doen? Zoveel ga ik daar niet voor gebruiken. Maar hij is heel erg makkelijk voor dit soort dingen. Je kunt heel, ik heb echt geen vaste hand en ik kan ook totaal niet handletteren. Zo'n lichtbak zorgt ervoor dat zelfs ik gewoon mooie teksten kan maken. Dus het is een leuk product om erbij te hebben. Ja, het is echt zo'n basisartikel. Het is niet een artikel wat ik dagelijks gebruik, maar het is wel een heel goed basisartikel. Nou, dank je Monika. Soms kan ik nogal chaotisch iets uitleggen. Dat is ook vaak mijn enthousiasme dat ik heel veel wil vertellen in een kleine gedeelte. Jongens, wat ik ook nog mag doen trouwens, ik vlieg van de hak naar de tak, maar ik mag er ook 3 weggeven deze week. Dus 3. Ik denk dat ik voor de 0,7 voor jullie ga, omdat die het meest, denk het meest makkelijk is in gebruik. Die andere is dus echt wat dikker. Dus de 0,7 millimeter mag ik 3 keer weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is de video weer te delen. En nogmaals, dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk. Als jullie hem delen en eventjes, als je hem deelt, de tekst erbij schrijven wat jij gaat doen met deze marker. Ik vind het namelijk heel erg leuk om te zien. Ik zou het dan ook heel leuk vinden als je de marker gewonnen hebt en je maakt er iets mee. Dat je kippershobby daar even in tagt. Want ik vind het altijd weer heel erg leuk wat jullie dan vervolgens weer met zo'n product doen. Ik gebruik het nu voor handlettering of voor mixed media achtergronden. Maar wat zou jij er graag mee willen maken? Nou, en als je er een uitwerking mee gemaakt hebt, los van het feit dat je hem gewonnen hebt, stel dat je hem ook in huis hebt, vind ik het altijd leuk om te zien wat jullie ermee maken. Dus tag Kippers Hobby er dan even in, dan kom ik even bij je kijken. Openbaar delen is het prettigste, omdat ik dan kan zien wie er openbaar deelt. Dus dat is wel het beste. Verkoopprijs ligt die, geloof ik, rond de 7,95. Dus dat is ook nog te doen. Maar bind me even er niet aan vast. Prijzen. Dus verkoopadviesprijs. Nou ja, als je van het handletteren bent, kijk, als jij zelf al een vaste hand hebt, dan is dat natuurlijk super. Maar ik, neem van mij aan, als ik dit uit mijn hoofd zou moeten doen, ja, today zou me nog lukken hoor. Maar dat zoals dat perfect met dat helemaal aan elkaar hier, zeg maar. Nee, dat lukt bij mij al niet. Dus even een paar keer goed indrukken. Dat zien jullie niet in de camera, maar ik druk hem even een paar keer in. Hij heeft echt zo'n drukpuntje. En dan hoef ik hem alleen maar over te trekken. Kijk, en dit is een wat dikkere tekst, dus dan kan ik rustig met een aantal lijntjes er zo overheen. Is het zichtbaar of moet ik jullie iets inzoomen? Zo is het misschien iets beter zichtbaar voor jullie. Dan zie je dat er een soort ja, blauwe vloeistof ontstaat, hè? En dat is eigenlijk je coatlaagje. Ik moet hem af en toe wel eventjes weer indrukken. En het beste is om hem eventjes gewoon aan de lucht te laten drogen. Na een kwartiertje, 20 minuutjes. En dan kun je gewoon rustig aan het werk. Daar heb ik, gun ik mijzelf nooit de tijd voor. Dus ik pak zo meteen even die heat tool. Maar dan moet je hem niet van te dichtbij verhitten. Dus dan moet je echt even afstand nemen.
Maar het mooiste is om eventjes lucht te laten drogen. Nou, leuk Ellie. Ik zie jullie reacties wel. ATC-kaartjes kun je hem uiteraard ook meedoen. Ik kun je ook hele leuke achtergronden maken. Ik heb hier een grote. Ja, het is geen ATC-kaart natuurlijk, maar ik heb hier zo'n achtergrond meegemaakt. Ook gewoon leuk voor mixed media, maar kan ook zeker voor ATC-kaartjes. Goedemorgen Elke, gezellig dat je even meekijkt. Oh ja, ik heb de camera ingezoomd, dus dan zie je het voorbeeld iets minder goed. Nou, hier kleur ik hem eigenlijk weer in, hè, omdat de letters iets dikker zijn. Maar dat kan. Kijk, hier is dan die 4 mm punt voor deze tekst misschien wat makkelijker. Maar die 0,7 is gewoon net iets met schrijven. Zometeen heb ik ook wat dunnere lijntjes. Nou ja, dat kan dan met die 0,7 weer mooi. Ik hoop niet dat trouwens mijn haar in beeld is, dat jullie het wel zien. Oh, Astrid, je hebt nog niet zo heel veel gemist hoor. Ik ben met de Drawing Gun bezig van Pubeo. Dat is een marker die een soort coatinglaagje geeft. Dat als je zo meteen met een ander watermedium. Ik ga zo meteen een Colorex inkt te gebruiken, omdat ik dat een heel mooi knalproduct vind. Kun je er overheen en dan beschermt hij eigenlijk dit laagje wat je nu doet. En dan ga je hem zo meteen, als die Colorex weer droog is, kun je deze er zo afrullen. En dan, of gummen, wat je wil, kun je met je vingers doen, kun je met een gummetje doen. En dan blijft die tekst blijft overstaan. Dus die wordt zo meteen wit. Ja, wit omdat ik nu wit aquarelpapier gebruik. Maar stel dat ik een roze papiertje zou gebruiken of mijn achtergrond al gemaakt heb met een andere medium, dan komt die kleur eronder. Dus het wordt geen automatische witte achtergrond. Ik gebruik wit papier, dus dan wordt het een witte achtergrond. Trouwens, in die marker die kun je ook, zit ook nog een reserve dingetje in. Tuutje in. Die kun je er ook weer in doen. Dus als deze. Het is nog niet voorgekomen, maar stel dat je die wil vervangen, dan is dat mogelijk. Kijk, en met die lichtbak kan ik hem gewoon heel makkelijk overtrekken. Goedemorgen, Annie. Nou, ook goedemorgen. Beetje laat, maar ik ben bezig met de drawing gum. Dus dat is een marker die je zo meteen er weer van af kunt halen. En dan krijg je een witte ondergrond. Komt dan weer terug. Je zult zo meteen zien dat ik met verf of met, nou ja, pigment inkt gaat werken. Op waterbasis. En die haal je er straks weer af. Kijk, en dit vind ik het leuke van de letterbak. Nu kan ik gewoon die E gewoon volgen. En ik kan hem ook gewoon zelfs inkleuren. Maar het is al voor me gedaan, dus ik hoef hem echt alleen maar over te trekken. Want zo'n F heb ik vroeger ergens wel geleerd, maar die kan ik niet zo uit mezelf tekenen. Wil je trouwens deze ook gebruiken? Je kunt deze PDF op onze site downloaden. Op kippershobby.nl. En dan kun je hem ook uitprinten als je deze tekst ook wil gebruiken. Komt altijd naar over, ja, ongeacht wat je eroverheen doet. Ja, of je nou verf gebruikt of stempelinkt. Kan natuurlijk ook. Ik vind zelf aquarelverf het mooiste. Daarom pak ik ook, of pigmentinkten, daarom pak ik zelf ook de Colorex. Nou, dus even een geduldig werken, jongens. Ik had misschien een iets kortere tekst kunnen gebruiken, maar hij is wel zo meteen echt af, dus dat is ook weer leuk. Zo. Af en toe even schudden, even dingetje indrukken en dan gaat hij weer verder. Ik zal jullie zo meteen even goed laten zien dat de vloeistof zelf een klein beetje blauwig is, dus dat je heel goed kan zien wat je geschreven of gedaan hebt. Of dan maak ik hem eventjes een beetje schoon.
doop je hem ergens in? Nee, Astrid, ik heb aan de zijkant heb ik even een kladpapiertje liggen. Dat druk ik hem af en toe even in. Het markertje even indrukken. Dan komt de vloeistof er weer uit. Dus ik druk hem nergens in hoor. Dat zit echt in de pen. Maar ik wilde nu een beetje gang in zetten. Dus dan maak ik de punt zo ietsjes natter. Zo. Oh ja. Nou ja, vroeg met textiels. Ja, je moet er wel even schudden. Er zit een balletje in. Het is belangrijk dat de vloeistof zich wel goed mengt. Dus wel echt eerst even schudden voor gebruik. Dat is echt belangrijk. Two. B. En dan nog alleen happy. Ja, het is inderdaad een maskeervloeistof. Dat is wat het inderdaad doet. Dus zometeen ga ik er met iets anders overheen. En dan blijft dit. Hij maskeert het. Hij beschermt het eigenlijk als het ware. Ja, dat is wat deze pen doet. Je kunt er dus ook een beetje mee kleuren als je de lijnen wat dikker wil maken. Maar er is dus ook nog een 4 mm punt. Dit is de 0,7 mm. Je hoort het ook denk ik wel, hè, dat ik echt een beetje aan het krassen ben. Maar even één keer indrukken. Zo. Dan kunnen we weer afhalen. Doet je altijd wel even schoonmaken als je hem wegzet. Soms komt er nog een beetje troep vanaf. Dop er goed op draaien. Klik zegt hij dan en dan kun je hem wegleggen. Happy had ik ook met de dikke kunnen doen hoor. Ja, dat was wat makkelijker geweest. Dan hoef ik er niet te strepen. Die is echt iets boller rond. Dus die streepjes is. Kijk, ik kan wel eventjes een kriebeltje maken, zeg maar. Nou, dat zegt al. Ik kan dat dus niet zo heel erg goed. Maar die is inderdaad echt iets dikker. Zal ik hem hier ook maar even doen? Zie je dat? Die is echt. Oh, nu is het net een S. Dan moet ik wel iets meer swirl van maken. Anders. Nou, het gaat even om het idee. Je kunt er dus ook mee doodelen. Zie je dat? Je zou ook de tekst nog mee kunnen maken. Het is net Stude. Maar hij is niet te dik voor de tekst hoor. Nee, kijk maar. Je kunt er ook. Je zou er een S mee kunnen maken, zeg maar. Maar dat zie je al. Ik ben niet zo goed in dit soort dingen. Dus ik ben lang blij met mijn lichtbakkie. En dat ik hem zo kan overtrekken. Dat komt niet goed bij mij. Nou, die tape is echt masking tape, hè, dus dat kun je heel makkelijk afhalen zonder dat je je papier beschermt of beschadigt. Ik leg deze heel even hier neer, dan haal ik het even van mijn lichtbak af. Ruim ik even mijn lichtbak op. Zou zonde zijn als die zo meteen onder de verf komt. Die tape zou je kunnen hergebruiken, maar ik gooi hem altijd weg. Uitzetten. Hij zit gewoon met een snoertje vast aan een stekker. Dus je kunt hem zo weer keurig in de doos doen. Maar ik leg hem eventjes veilig weg. Nou, deze is het mooiste dus als je. Ja, de S van Sabine inderdaad. Lief, hè? Dat kan jou, denk ik. deze kun je het beste even, kwartiertje, 20 minuutjes, echt even laten drogen. Dan is die echt helemaal lucht gedroogd. Nu is die nog ietsjes vochtig. Dus, maar ja, omdat ik natuurlijk live zit, ik toch wel altijd graag door wil werken, pak even de heat tool. Maar doe hem niet te dichtbij met de heat tool, want dan zou die kunnen gaan bubbelen en dat is zonde. Dus even van een beetje een afstand hem verhitten. En zo zie je ook een beetje hoe die wordt, hè? Want dat blauw is echt wel goed zichtbaar. Je kunt ook precies zien. Oh, daar ben ik wat vergeten. Daar moet ik nog even wat bij. Inkten, zeg maar. Hey, nou geen probleem hoor, dat je wat later bent. Oh, ik zou even iets weer uitzoomen, anders is het hier voor jullie iets minder zichtbaar. Even kijken, waar zit mijn knopje? Hier. Zo. Sorry. Ja. Zo. Beter.
De masking tape is van Marianne Design. Ja, er zijn wel heel veel merken die dat hebben. Joy heeft hem bijvoorbeeld ook, maar die is blauw. En ik heb nou eenmaal een rolstick. Dus Marianne Design is deze. Erg blij met mijn roze tapeje. Nou, Monika, je kunt hem delen. Ik mag drie markers weggeven tijdens deze live uitzending. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hem even te delen, dit bericht. En dan zou ik het heel erg leuk vinden om te weten wat jij nou met die marker gaat doen. Dus ga je hem met handletteren gebruiken? Ga je hem voor mixed media gebruiken? Ga je voor, we hoorden net al, ATC-kaartjes, bullet journaling? Meld het erin. Waarom wil jij deze gebruiken en waarvoor ga je hem gebruiken? Zou ik leuk vinden als je hem deelt en het even erbij vermeldt. Ik ga ook even thee pakken. Nou, goed zo, Astrid. Ik had ook al thee. Hij is ondertussen wel koud, maar mag de pret niet drukken. Even kijken, ik had ergens een heat tool neergelegd. Ja, ik ga hem eventjes heel ietsjes drogen. Ben verstaanbaar, is de ervaring. Maar hij gaat natuurlijk, maakt altijd best wel veel geluid. En ik denk altijd, oh, jullie horen me niet meer. Maar dat gaat altijd nog goed. Maar hij is wel vrij snel droog, hoor. Oh, mini-albumpjes. Ja, daar kan je hem ook voor gebruiken. Ja, zeker. Super, Marije. Leuk. Nou, ik vind het vooral erg leuk om te lezen wat ze jullie allemaal mee gaan doen. Ik heb wel vaker natuurlijk die weggeefacties. Maar ik vind het heerlijk om te lezen van nou, waar jullie het mee gaan gebruiken. En wat ik ook heel leuk zou vinden, mocht je er zelf mee gewerkt hebben, mocht je het product al in huis hebben. Nou, wat heb jij ermee gemaakt? Wat is jouw uitwerking daarmee? Vind ik ook altijd leuk om te zien. Een art journaling, ja, kan hij natuurlijk ook mee. Nou, ik denk dat hij wat droog is hoor. Hij heeft niet heel veel. Hij is ook wel vrij snel droog. Even mijn tape weer goed aandrukken, want ik ga werken met water. En anders dan. Dat is op zich niet storend dat hij eruit tussendoor zou lopen, want ik zou hem dan toch afsnijden. Maar, altijd even goed aandrukken. Deze is van Hobbycrafting Fun. Onder de heat tools. Als je op de site kijkt, kippers.nl, kippershobby.nl, dan en je toetst heat tool in, dan vind je hem. Nou, super, Edith. Deel hem en dan zet die tekst er inderdaad eventjes bij. Oh, helemaal goed. Tot de volgende keer. Nee hoor, wij verkopen zelf niks. We zijn alleen een groothandel, dus je kunt hem gewoon bestellen bij jouw eigen hobbywinkel. Dus dat is geen probleem. Even kijken. Met kaartjes maken. Ja, zeker. Nou ja, ik ben ook erg van de kaarten maken, dus dat is geen probleem. Bij inkttechniekjes, daar kan die zeker ook, Astrid. Ja. Ik ga nu werken met water en met Colorex. En ervaring leert dat jullie blauw iets leuker vinden als roze. Jammer, want ik vind zelf roze altijd leuk. Maar ik heb twee keuzemogelijkheden. Of ik ga werken met, jullie mogen kiezen. Is het nog zichtbaar? Ja. Blauw en groen kleurtjes. Of ga ik werken met, het is echt wel echt roze roze. En dit is een beetje cyclaam kleurtje. En nou, roep het. Ga ik voor blauw, ga ik voor rood, roze. Doe blauw of roze. Jullie mogen kiezen. Heb je nog nooit iets gewonnen, Marije? Nou, ik. Oh ja, ik heb een soort skeltjes een keer gewonnen bij de Jumbo. Maar ik win ook nooit iets. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik doe ook eigenlijk nooit ergens aan mee. Dus ik had altijd een collega die won altijd heel vaak. Maar die deed ook daadwerkelijk heel veel mee met dat soort nou ja, acties of kassabonnen leveren. Ik zeg altijd, jee, wat heb je toch altijd geluk? Ik zeg, ja, maar zeg, maar ik doe ook overal aan mee. Ja, dat is natuurlijk ook alweer anders. Blauw. Nou, Monika is ook voor roze. Blauw. Ja, maar ik hou toch ook nog wel roze mensen. Ja, grappig hè? Zie, heel veel gaan echt voor blauw. Ik vind dat zo grappig. Gebruik voor mixed media. Ja, daar is die zeker heel goed gebruik voor. Ik heb hier bijvoorbeeld nog voorbeeldjes. Kunnen jullie nog eventjes, kan ik zo meteen lezen wat het meeste is blauw, blauw of roze. Het stencil van Marianne Design. Die is nieuw. Dat is deze. Maar is heel groot. Denk ik niet helemaal goed zichtbaar in de camera. Nou, valt mee. En daar heb ik met de marker gewoon die cirkeltjes overgetrokken. En die heb ik vervolgens ook bewerkt. Dus dat, kijk, dan krijg je weer dit soort afbeeldingen. En hier heb ik gewoon de hele template overgenomen. Nou, het is wel een heel grappig effect. Die kun je dan weer verwerken op een kaartje.
Dus er zijn wel heel veel. Je kunt hem dus ook echt gebruiken met stencils. Groen, blauw, roze, roze, blauw. Even kijken of ik nog terug kan scrollen. Blauw, roze, roze, blauw, 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 blauw. Jongens, het is toch het meest blauw. Nou, dan ga ik gewoon voor blauw. Goed. Jullie zijn al eenmaal iets meer blauwerig dan ik. Ik ga hem wel combineren met wit. Het zijn allemaal pigmentinkten. Heel vloeibaar. Eigenlijk is alleen de enige die echt dekkend werkt, dat zijn de wit, de zilver en de goud. Die goud ga ik zo meteen ook even laten zien. Dat vind ik heel erg leuk om spetters mee te maken. Maar de wit is heel erg leuk, want je kunt dan bijvoorbeeld van deze blauw een pastelblauw of een lichtblauw maken als je hem combineert met de witte variant. Dus dat laat ik jullie zo meteen ook even zien. Dat wit geeft wel een heel verrassend effect. Dus maar die moet je wel even goed schudden. De gewone Colorex hoef je in principe niet te schudden. Maar die dekkende witte is wel mooier als je die gewoon eventjes. Er zit geen balletje door, maar gewoon eventjes schudt voordat je hem gebruikt. Dan gebruik ik altijd een watersprayetje. Nou ja, en dan ga ik eigenlijk gewoon. Ik zet even mijn Colorexjes hier neer. Ik weet niet eens of het nog zichtbaar is voor jullie, maar dat komt straks wel. Groen, ja, hier zit ook inderdaad groen in. Ik ga die combinatie gebruiken. Ik vind het altijd wel mooi om meerdere kleuren te gebruiken met Colorex, zodat ze overlopen in elkaar. Dus gebruik altijd twee, maar het liefst eigenlijk wel drie kleurtjes. Hier zie je dat bijvoorbeeld heel goed. Hier heb ik echt geprobeerd om geel, blauw of groen en dan donkergroen. Zie je dat? Dat ik een beetje die kleuroverloop had. Dus ik werk eigenlijk wel vaak met drie kleuren. Dat heb ik trouwens ook wel met één kleur hoor. Dan gebruik ik ook altijd wel drie kleurtjes. Wat doe je met roze en blauw? Ja, Astrid had ook gekomen. Maar die combinatie is niet echt heel mooi, denk ik. Dan wordt het een beetje een rommelzooitje. Ik vind dat wel mooi als kleuren een beetje op elkaar zijn afgestemd, zeg maar. Blauw-roze, ja, dat wordt wel heel gewaagd. Ik ga mijn afdrukje een beetje nat maken. En dan pak ik die Colorex. En die Colorex die zit natuurlijk vast. En dat werkt met een pipetje. Zie je dat? Dus dan kun je de inkt zo opslurpen, zeg maar. En dan kun je het op je papier aanbrengen. Kijk, en dan gaat het eigenlijk een beetje lopen. Je kunt rustig over je tekst heen gaan. Die is ondertussen toch droog. Ik wil ook weer niet te veel inkt gebruiken. Dus je ziet al, het is ook heel zuinig in gebruik. Het loopt zo meteen door hoor, jongens. Ik ga er zo meteen nog meer water op gebruiken. En dan lopen die kleurtjes allemaal dwars door elkaar heen hoor. Oké, okay, helemaal goed. Kijk, de volgende kunt er. En dat is het voordeel van live. Je kunt ook live achteraf weer terugkijken. Dus dat is geen probleem als je nu weer lekker iets anders moet doen. Dit is een fellere blauw. Dus hier doe ik wel iets rustiger mee. Die kleur is iets donkerder. Nou, hier even iets meer. Mijn papier gaat zo meteen natuurlijk ietsjes bol staan vanwege het water. Ik heb ook de 185 grams in dit geval. Alleen dat trekt ook weer zo weg door eventjes of een zwaar boek erop te gebruiken. Of eventjes een beetje mee. Dan wordt die zo meteen gewoon weer recht hoor. Lekkere kliederhobby's. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook altijd lekker hoor. Ik hou hier ook altijd wel van. Al, ik vind eigenlijk ook alles wel leuk hoor. Zo, dan ga ik hem even iets natter maken, zodat hij wel een beetje gaat verlopen. Want hier droogt hij me alweer een beetje op. Zie je dat? En dan ga ik even die witte gebruiken. En dat is wel heel erg leuk. Let op wat er gebeurt. En dan vooral hier, omdat er hier iets meer water zit. Dan pak ik die witte. Kijk, en dan krijg je er een beetje vlekjes in. Ja, ik vind dat wit wel een heel leuk effect hebben. Je ziet het zo meteen denk ik iets beter. Maar zie je wat er gebeurt? Je kunt hem natuurlijk mengen. Maar ik vind dat wel erg grappig effect hebben. Zit vol aandacht te kijken. Nou, dat is goed. Dat horen we graag. Kijk, en nou kun je ook zeggen van nou, pak even een kwastje. Die ligt toevallig voor mij. En dan ga ik het een beetje mengen. Maar ook weer niet te, want ik vind juist het verschil tussen al die kleuren zo leuk. Maar dat je een beetje alles beïnkt hebt. Je ziet ook dat hij dus. Ik kan gewoon over mijn geschreven tekst heen gaan. Die marker zorgt ervoor dat het hem beschermt. Nou, wat ik nu ga doen is met de heat tool even alles eraf halen. Ik maak even mijn kwastje schoon. Zo.
Dan kan die weer terug. Pak mijn heat tool en dan ga ik hem even weer door elkaar heen blazen. Dit is ook heel erg leuk, want zometeen gaat hij nu opdrogen. En dan krijg ik allemaal van die slingers overal hier en daar. Kijk. Oh, dat is misschien wel leuk om even in te zoomen. Oh, dat is uitzoomen, Martine. Zo. Dan gaat het water ook echt lopen. Vind ik altijd leuk. Zie je dat? Kijk, hier kan ik mee spelen. Dit is even een geduldig werk. Hier hebben we even. Dan kan ik ondertussen wat vragen lezen. Oh, Monika, dat durf ik zo even niet te zeggen wat de verkoopprijs is van de Colorex. Als je op www.kippershobby.nl kijkt en je toetst Colorex in, dat schrijf je zo. Ik zal hem even dicht doen voordat die hele groen eroverheen zet. Colorex. En je zoekt daar even op, dan vind je daar ook de producten. Maar je doet ook een eeuwigheid met die flesjes hoor. Ik heb al heel veel achtergronden gemaakt. Maar ik weet ook niet of nou de gekleurde goedkoper of duurder zijn dan de witte. Dat ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal weet. Ik heb het, Ramona, ik heb nog niet geprobeerd met verf. Maar ik heb wel gelezen dat het gebeurt. Dus verwachten we maar. Maar ik heb nog geen ervaring, mijn eigen ervaring nog niet ermee. Kijk, nu duurt het niet zo lang. Dan pak ik even een keukenrolletje. Of in dit geval, in ieder geval een papier. Het is een pigmentinkt, die Colorex. Is die al ietsjes droger. Ik kan het laatste beetje wel met de heat doen. Alcoholinkt heb ik ook nog niet geprobeerd. Maar verwacht ook wel dat dat goed gaat hoor. Het is een soort coatinglaagje wat hij eigenlijk geeft, hè. En wat ik dan nu wel erg leuk vind, is je hebt hem dus ook nog in het, die Colorex ook in het goud. Die heeft geen pipetje zoals je ziet, dus die moet je ook even goed schudden. Maar hier kun je wel hele leuke spetters mee maken. Er zit wel alles trouwens onder de spetters, dus ja, jullie niet, maar, maar wel hier mijn voor de rest wel. Nee, het heet echt Colorex. Ja, je kunt het ook met iets anders associëren natuurlijk. Welk papier gebruik ik? Ik gebruik waterartpapier. Aquarelpapier, omdat ik echt met water werk, uiteraard. Kijk, dit is een goud goedje. Dat doop ik mijn kwastje in. En ga ik eigenlijk een beetje spetteren. Dus heel voorzichtig op mijn penseel. Echt, alles zit dan onder hoor. Dus ik had het dus laatst gedaan met wit. En stond ik op het schoolplein en zei je moeder: wat heb je, ben je aan het schilderen of zo? Ik zei: nee, hoezo? Nee, je hebt allemaal witte vlekjes op je gezicht. Spetters. Ik zei: oh, ik zei: nee. Ik was aan het kliederen. Maar dit effect is heel erg leuk. Kijk, dan krijg je een beetje speels effect. En dat vind ik dus met die goud wel heel erg mooi. Maak even mijn kastje weer schoon. Dan heb ik ook gelijk goud water. Zo. Dop er weer op, anders ligt hij zo meteen naast me. Oh ja, op canvas, ja, op canvas kun je het wel gebruiken hoor, die marker. Ja. Dit ga ik ook even verhitten, want. Ja, anders kan ik die gum er niet afhalen, zeg maar. Nou, ik ben aardig bespaard gebleven. Ja, leuk naar Ramona. Ja, je kunt hem inderdaad winnen door het bericht eventjes openbaar te delen. En zet er dan inderdaad deze reactie even bij. Geldt voor jullie ook. Ik mag 3 markers weggeven. Dus wil jij kans maken op die marker, dan deel dan deze video en zet er even als omschrijving bij wat jij van plan bent te gaan maken met een marker. Ja, wat je ideeën zijn ermee, zeg maar. En dan kiezen we morgen een winnaar.
Maar ik vind het ook altijd wel leuk dat mensen die nog vandaag niet in de gelegenheid zijn om te kijken, en morgen of vanavond bijvoorbeeld wel. Dus ik maak dinsdag of woensdag de prijswinnaar bekend. Ja, mooi hè, dat goud. Ja, jullie zijn iets vertraagd. Ik loop zelf live altijd iets verder voor. Daar zit ook iets vertraging in. Maar ik vind dit effect ook heel erg gaaf hoor. Nou, en dan zet ik mijn heatel uit en dan ga ik ervan uit dat alles wel redelijk droog is. En eigenlijk kun je dan het eraf gaan rullen. Zie je wat er gebeurt? Dus dan kun je die marker wat je net gebruikt hebt, nou ja, dat schuur je er als het ware eigenlijk af. En zo ontstaat dan, en dat is wat dat betreft net een beetje toveren, dan komt je tekst eigenlijk weer tevoorschijn. Vind je dat lastig, doet dat te veel zeer, dan kun je ook gewoon een gum gebruiken. En dan kun je het hardnekkige iets meer eraf halen. Zie je dat? En zo komt je tekst weer tevoorschijn. Dus hier komt mijn A tevoorschijn. Zie je dat? Leuk, hè? Het is net gummen. Je ziet, het is een tover bedoel ik. Je ziet het echt tevoorschijn komen. Maar het kan met je vingers. Je zou ook zo'n handschoentjes voor je vingers. Dan doet het iets minder zeer. Maar ik vind zelf gewoon simpel een gum het meest makkelijke. Kijk, en zo tover je als ware je tekst weer naar boven. Gewoon heel subtiel is het. Ik wou zeggen, waar stond to be, maar hier. Dat is wel grappig. Wel een klein beetje opletten, omdat mijn papier nog niet helemaal droog is. Dat ik niet gelijk heel hard boem. Moet er echt wel even zeker van zijn dat dat je papier echt droog is. Maar zie je dat? Hier staat D. Dat zie je eigenlijk niet. Maar die ga ik nu tevoorschijn toveren. Ja, je kunt elk soort gum daarvoor gebruiken, Astrid. Dit is gewoon een huistuin- en keukengum, zeg maar. Dus nee, je hoeft geen speciale gum hoor. Dit kan gewoon. En nogmaals, je kunt het ook met je vingers echt doen. Zie je dat? Dat kan ook. Alleen als je dan een hele lange tekst hebt of je hebt een wat grotere afbeelding, ja, dan ga je dat wel een beetje voelen. Uiteindelijk krijg je eelt, maar. Nee, je gumt de inkt niet weg. Je gumt eigenlijk alleen maar het laagje wat je creëert met deze marker. Want dat is wat hij doet. Hij legt een soort coatinglaagje op je papier. Zodat alles wat je er daarna overheen aanbrengt, beschermt. En daarna kun je dus dat eraf halen. En dan blijft de ondergrondkleur blijft over. Dus nogmaals, stel dat ik blauw papier als ondergrond had gehad. Dan was de tekst niet wit geworden, maar blauw. Dus bewerk jij eerst je papier met een bijvoorbeeld een inkt paars. En je gaat met een marker eroverheen. Je gaat daarna met roze inkt eroverheen. Dan blijft de tekst die zichtbaar is met de marker, dus de ondergrondkleur, dus die paarse kleur. En nu komt het inderdaad weer terug. Dus zometeen heb je je hele tekst. Dus hier staat D. Nou, ik ga met mijn gummetje eroverheen. En dan komt D ook echt tevoorschijn. Zie je dat? Nou, dat is een beetje het effect wat deze marker, of wat deze marker doet. Ik kan alleen niet overal heel goed gummen, omdat het papier nog een beetje nat is. Dus dan kun je het straks nog wel weer eventjes de laatste restjes doen. Maar jullie begrijpen het principe wat hij doet, hè? Je krijgt alleen een beetje rommeltjes om je heen, maar van die kleine rul. Ja, die thee durf ik nog niet even aan, want dan ben ik bang op mijn papier, omdat hij nog niet helemaal goed droog is. Maar zie, je tovert echt hier staat bijvoorbeeld weer today. Dat zie je nu haast niet. Maar je zult zo meteen zien dat dat zo meteen ook helemaal zichtbaar is. Ja, Ellie, het kan zeker ook gebruikt worden voor kinderen. Het leuke voor kinderen is dat je ook gewoon echt een beetje een tover-effect krijgt, hè? Dus je tovert het eigenlijk weer terug. Maar ja, Sylvia, ik gebruik het zelf ook heel veel op kaartgemaakt gebied. Ik ben zelf echt van de kaartjes. Maar ja, wat ik ook heel leuk vind, is dit soort quotes. En die, nou ja, die heb ik hier bijvoorbeeld ook even als voorbeeld gemaakt.
Ik zeg, ik heb jullie ingezoomd, dus ik moet even kijken of het duidelijk is. Maar die vind ik ook leuk om gewoon aan de muur te hangen. En dat heb ik hier ook bijvoorbeeld met Love gedaan. En die kun je gewoon ook leuk als kaart versturen, want dit is op zich nog wel een kaartformaatje. Maar je kunt hem ook heel leuk als tekstjes aan de muur hangen of op zo'n prikbord of op een magneetbord. De teksten trouwens, deze en ook de Love, Do All The Things With Your Heart, kun je gewoon gratis downloaden op onze site. Dus www.kippershobby.nl en dan staat hij als PDF en dan kun je hem zelf uitprinten in welk gewenst formaat jij ook wil. Ik heb gekozen voor een A5 formaatje. Ja, A5. Maar het is erg leuk. Dus wil je kans maken op zo'n marker, dan het enige wat je hoeft te doen is de video even te delen. En als je hem deelt, schrijf er dan even bij waarom jij graag deze marker wil gebruiken en wat je ermee gaat doen. Vind ik leuk om te lezen. En dan maken we deze week de winnaar bekend. Ja, ik heb ook één dochter die ook helemaal gek is van creatief bezig zijn. Dus ja, daar kun je het heel leuk mee gebruiken hoor. Zie je dat? Dus hier komt zometeen ook today weer goed naar voren. Het springt er dan echt uit. En dan is gewoon de gum het meest makkelijke. Nou moet ik mijn doedelende S ook nog even tevoorschijn toveren. Die staat hier ergens. Zie je dat? Dus je kunt er ook gewoon mee doodelen, stencils mee gebruiken. Ah, je kunt voor zoveel dingen gebruiken. Hier had ik ook nog iets gemaakt, geloof ik, ergens, hè? Een of ander swirltje. Ja. Dus je moet wel eventjes onthouden waar je wat schrijft. Dat je het ook weer tevoorschijn tovert. Nou, en dan heb je eigenlijk een beetje dit resultaat. Aha. Merci, Claudine. Ja, voor kaartjes vind ik het ook. Nou ja, nogmaals, ik ben echt kaartmaker. Dus voor kaartjes is het ook erg leuk om te doen. Kijk, je kunt nog eventjes af en toe eventjes, als je denkt, oh, daar steekt nog een stukje, dan moet ik hem nog even doen. Kun je dat gewoon ook achteraf doen. Maar nee, bij mij is het in het midden hier nog een beetje vochtig qua papier. Dus ik durf daar nog niet helemaal goed overheen. Nou, en dan heb je dit effect. Het enige wat je dan hoeft te doen is je mask er weer afhalen. Kijk, hier heb ik er ietsjes, maar dat is op zich niet storend. Dat heb ik hier ook, maar dat is eigenlijk wel leuk. Al die ruldingetjes die kunnen gewoon even aan de kant doen. Dus als je voorzichtig je tapeje eraf haalt, dan. Nou, mijn doodlekunsten zijn iets minder mooi geworden, maar jullie snappen een beetje het principe. Zie, en dan heb je een hele leuke layout die je kunt gebruiken voor nou ja, kaartjes, achtergronden. Voor van alles. Kijk, hier zie je nog wel die gouden stippen, zie je dat? Dus dat ligt iets verderop, ligt dat ook. Zo. Alles weer een beetje netjes. Nou, en dat is een beetje wat die marker doet. Nou, leuk, Vivienne. Tot de volgende keer. Kun je de marker ook op een stempel aanbrengen? Dat zou kunnen, maar dan moet je wel snel werken en je stempel echt heel goed schoonmaken. Ik zou het niet adviseren. Kijk, ik ben nog wel iemand die van alles probeert, dus ik zou het doen. Maar ik zou eerder stencils pakken. Dus je hebt heel veel van dat soort mask stencils die je kunt gebruiken. Dat zou ik eerder doen dan echt een stempel. Maar je zou het kunnen doen. Maar dan zou ik wel de dikke punt nemen. Dus de 4 mm, die heeft een wat dikkere punt. Het is op je eigen risico. Dus mocht je het met stencils gebruiken, nou dat had ik net ook al even laten zien, maar voor de mensen die wat later inkomen, kun je dat ook heel erg leuk gebruiken. Kun je ook je mixed media achtergrondjes maken, maar je kunt ook gewoon achtergronden maken die je leuk met kaarten maken kunt gebruiken. Ik heb het cirkelstencil gebruikt, maar je hebt toen natuurlijk 100.000 verschillende soorten. Nou ja, nogmaals, je kunt er ook mee doodelen op deze manier als je dat leuk vindt. Je kunt ermee handletteren. Er zijn zoveel mogelijkheden met deze marker. Daar kun je alle kanten mee op. Dus ik hoop inderdaad dat het een beetje duidelijk is. Hebben jullie nog denken van, oh, dat wil ik graag nog weten? Of andere dingetjes?
Stencils. Ja, je kunt vanaf het begin inderdaad gewoon terugkijken hoor. Dat is het voordeel van live. Hij blijft ook zichtbaar. Hij komt zometeen ook op ons YouTube-kanaal. Dus op Kippers Hobby kun je ook op YouTube de uitzending gewoon terugkijken. Mocht je hem op Facebook niet vinden. Soms verdwijnt hij nog wel eens natuurlijk naar beneden in de tijdlijnen. Dus mocht je op zoek zijn. Alle live uitzendingen die we tot nu toe hebben gemaakt staan ook op onze Facebook of op ons YouTube-kanaal. Die cirkelstencil, ja leuk hè Sabine, toen ik inderdaad die zag, dacht ik, oh, ik vond hem heel erg leuk om gewoon zomaar wat te doen. Dus ik heb gewoon wat cirkeltjes overgetrokken. Ik heb hier ook nog eentje, dat was ook zo'n, doe maar wat, trek maar gewoon wat over, achtergrondje zeg maar. Maar je kunt hem ook natuurlijk gewoon echt cirkeltjes maken, dus allemaal cirkeltjes die elkaar weer overlappen. Maar je kunt hem ook gewoon als, ja... Alsmaar doortekenen tot hij ophoudt, zeg maar. Nou, graag gedaan. Nou, nogmaals, voor de laatste keer eventjes. Wil je kans maken? Ik mag 3 van deze markers weggeven. Wil jij kans maken op zo'n marker? Deel dan deze video en schrijf even als omschrijving erbij waarom jij deze marker zou willen winnen. En dan maken we deze week een winnaar bekend op onze Facebookpagina. Ik ben er in ieder geval volgende week maandag gewoon weer 9:30. Ben ik weer live. Mocht je de uitzending niet live meegekregen, heb je wel nog vragen, kun je die gewoon rustig eventjes in de chat vermelden. Ik kijk hem altijd nog eventjes na, ook achteraf. Dus als er vragen zijn, dan probeer ik ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Superleuk dat jullie er waren. En ik zeg graag tot volgende week. Doei doei!